Welkom, komt u verder. De deur van de Bethelkerk staat dag en nacht open. Er is een rooster gemaakt van voorgangers die elkaar aflossen. Dat betekent dat er honderden predikanten nodig zijn om de dienst te leiden. En vrijwilligers die als coördinator aan de slag kunnen. Zij zijn gastvrouw of heer, ontvangen bezoekers en beantwoorden vragen. De kerk heeft nog altijd mensen nodig. We zijn vol continu aan het werven. Via ons netwerk komen we elke keer naar nieuwe coördinatoren. Je ziet ook mensen die vaker komen op een gegeven moment aangeven we willen wat doen. De link krijg je zo van me. Nico Tettero is zo iemand. Hij heeft zich gemeld als vrijwilliger. Ik woon hier op 5 minuten fietsen, dus er is geen enkel probleem. Dat, zelfs als het regent, kom ik nog redelijk droog thuis. Nee, dat is onzin. Maar gewoon, ik vind het gewoon, de sfeer is hier heel goed. Je draagt bij aan iets wat om een oplossing schreeuwt. Voorgangers en bezoekers komen van heinde en ver. Deze groep met aan het hoofd pastoor Bles, die een dienst heeft gegeven, is met de trein uit Heerlen gekomen. Wij willen dat gewoon. Wij hoorden dat hier mensen zaten en zeggen, nou daar gaan we op af, hè. We gaan daar, wij horen daar te zijn. Met z'n hoeveel bent u hier nu? Met z'n 17e. Helemaal uit Heerlen? Ja, helemaal uit Heerlen. Dat het zo vreselijk ver nou, is. Nou, zo ver is het niet hoor. Het is zomaar met de trein ben je er zo. Hè. 2,5 uur is twee keer niks. Doel van de kerk is om uitzetting van het Armeense gezin te voorkomen. Ook al heeft de staatssecretaris gezegd dat het uitgesloten is dat de familie mag blijven. Toch vindt de kerk dat het geen valse hoop geeft. Nee, het gezin weet heel goed hoe de situatie is. En kerkasiel is nooit oneindig. Dus het is geen vrijstaat die we creëren. En het is een tijdelijk middel om iets onder de aandacht te brengen. Wanneer zou een moment zijn voor u om te zeggen, ja, nu breken we de boel op, nu stoppen we ermee? Met het bestuur van de Protestantse kerk evalueren we regelmatig. Helpt het middel nog om het doel te realiseren? Dat gaan we tegen die tijd bekijken.